Nog twee te gaan. En het leuke is, bij deze voel jij veel. Ja. En bij deze hoop ik dat je veel voelt. Oh, god. Want bij deze... Nou, ik ga het niet zeggen, pak maar. Ja, want... Dit is heel familiair ingesteld. Die is zwaar. Ja. Deze is lichamelijk. Ja, maar ja, bij deze voel jij... Hij gaat niet af, hè? Ja, er zit een lontje aan. Tada! It's a toy soldier! Is het in een soldaatje met een kreupel paardje? Ja. Ach, goos. Ja, mijn naam is de toy soldier en die heb ik te danken aan dit soort speelgoed. En ik heb er een gewoonte van gemaakt om al die speelgoedjes te verzamelen. Dus ik heb een hele kast vol met van die dingetjes. Oh, dit is zielig. Kijk dan. Een kreupel paardje. Nou, hij omdat hij twee benen mist. Benen. Excuus, benen. Kijk, hij mist hier een been en daar een been en daar een been. En zijn poepgat is over. Hij zegt, gelukkig wel. Hij mist ook een staart. Hij mist ook een staart. En een oor. Oh god. Er vallen op de grond uit. Ja, ik snap best dat jij dit heel erg leuk vindt. Ja, maar ik snap niet dat jij dit heel beladen vindt. Ja. Maar heb je er niet meer gevonden op de plek waar je deze hebt gevonden? Vast. Die dingen vind je frequent. Echt? Deze heb ik meegenomen omdat ik dit een van de mooiste vind. Maar ik vind ze wel vaker. En dus, ja, ik ben altijd blij als ik ze vind. Want ik vind het leuk dat die speelgoed dat die nog mee gespeeld. Ja, kindjes hebben hiermee gespeeld. Ja. Logisch. En als het beentje afbrak, dan werd hij weggedonderd. Ja, ik weet het ook even niet, maar... Het geeft mij een beetje een naar. Ja, wat ik me kan voorstellen, het is natuurlijk tin. 90% lood, dus als die benen ik op... Ik heb lood in mijn schoenen. Ik voel het lood wat een paard niet voelen kan. Dat is het. Als dat paard natuurlijk zijn benen opgevreten is door de kind te zitten thuis met loodvergiftiging. Ja, dat zul je je eigenlijk best rot voelen. Ja, dat voel je niet soepel. Maar ik voel het lood van deze. Ja, het voelt gewoon heel erg... Het kan hoor. Ik zit er een beetje een luchtig grapje van te maken, maar het kan natuurlijk een favoriet speelgoedje geweest zijn. Of het kan... Ja. Zeg het maar. Het is iets wat iemand wel constant bij zich droeg, alleen dan in zijn broekzak. En als er een onverlaat moment was dat er even gespeeld kon worden, dan deed diegene dat. En dat gaf hem op een of andere manier een gigantische rust, waardoor hij zich kon afzonderen van de rest. Dit is echt sowieso net wat jij al zegt, een van de mooiste die je hebt. Maar het feit dat deze niet helemaal heel is, is ook door de tijd gekomen, zeg maar. Maar deze is gebroken op dit stukje van het pootje doordat het afgepakt is van hem. En daardoor is het... Ja. Dit was het vriendje van iemand, zeg maar. Ja. Nou, ik kan me voorstellen als het afgepakt wordt en het breekt iets af, dat je daar... Ja, dat vind ik inderdaad niet zo leuk. Nee. Klein jochie. Een jaartje of 8, 7. Ja. Het is een beetje zielig. Ja. Ja. Dan, dan, dan. Ja, ik word... Peanut! Nee, het verandert voor mij, verandert het niet. Ik blijf dit nog steeds gewoon een heel mooie... Ja, dan moet je ook zeker blijven doen. Dus voor mij verandert dit niet. Nee. Hij blijft gewoon lekker in elkaar staan en ik vind hem nog steeds gewoon ontzettend mooi. Hoe heb jij hem staan zonder pootjes? Op een standaardje. Ach, wat leuk. Ik heb de meeste paardjes heb ik gewoon zo leggen zoals ze het nu leggen. Maar deze heb een standaardje. Deze staat rechtop. Dus heb een... Op een voetje. Op een voetje. Oké.
Dan komen we nu bij de laatste envelop. En het frappante is, ik heb het niet voor het zeggen. Ik heb haar de enveloppen laten pakken. Ik heb haar laten kiezen. Cindy die heeft totaal geen invloed gehad op de volgorde. En ik al helemaal niet. De reden dat ik hier zit, de reden, het idee is geboren bij mij om deze video te maken met Cindy, om deze vondst. Dit is de vondst waarvoor ik eigenlijk gewoon de hele inspiratie gekregen heb. Dat zou toch leuk zijn als ik dan nu zeg, nou, ik voel niks. Sterker nog, de trailer van deze video zat deze vondst al in. Oh, meen je dat nou? Ja. Ik heb het niet eens gezien. Hoeft ook niet. Sorry. Knip. Dat hoeft ook niet. Nee, natuurlijk niet. Dit is de vondst waar ik gewoon het meest nieuwsgierig naar ben. Oké. Laat ik hem nog even dicht. Vind ik leuk. Ik voel me net je man daar nu. Ja. En een blauwe jurk. Nee, wel een zwarte. Had ze toch een blauwe jurk? Ja, ze had een blauwe jurk. Maar ja, je man moet zelf niet in de hele boel, hè? Ja, dat ben ik niet. Ik kan er wel gewoon naast zitten. Het is een blijvend gevoel. Ja, uiteindelijk zit ik ernaast. Ja, de hond ligt ernaast. Ik zit het een beetje bij elkaar te praten, maar in principe sta ik gewoon machteloos ernaast. Je doet het wel heel traag, hè? Ja, maar hier zit iets in met heel veel dingen. Daar is hij hoor. Zeg maar ook zo, het is makkelijker verteld. Ik word oud. Ik hoop het voor je. Ja. Zo niet, dan hebben we het mee, maar. Geen koffie en cake. Je wil niet weten hoe vaak ik dit ding vast heb gehouden en mij afgevraagd heb. We missen wat. Ja, je mist heel veel. Dat is echt niet aardig. Kijk, het is huisslijt. De fotootjes die erin zitten zijn echt. Dat zijn een van de eerste fotootjes die gemaakt zijn. Ja. Vraag me niet precies hoe de techniek heet, maar... Huisslijt, maar wel door een professioneel iemand gemaakt. Dit is eigenlijk een opwindsysteem van een zakhorloge. Van zilver. Ja. En dit lijstje is zelf dus in elkaar gezet met die twee glasplaatjes ertussen. Het kan zijn dat hier nog knopjes op gezeten hebben. En in principe was het gewoon een hangertje natuurlijk. Een ruitjesvorm hanger. Dus het kan best zijn dat hier dingetjes aangezet zijn. Er hoort nog iets omheen. Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan. Deze... Je gaat nu zeker weer zo'n klokje boven mijn hoofd monteren. Je hebt tot de helft van een zakhorloge in je handen. TikTok, TikTok. Nee, maar... wat mij zo intrigeert is... het babytje en... ik denk de moeder van het babytje. Maar dat weet ik niet zeker. Ik heb natuurlijk ook zus en... Of oma. Maar in ieder geval een vrouw en een babytje. Aan beide kanten draagbaar dus... Maar wat ik dus zo bijzonder vind is, dit is begin 1900 en we zitten nu in 2022. 23 toch? We zitten nu in 2000. Ik doe me erin houden, dit is leuk. Jij leeft gewoon een hele andere tijd. Ik zit ook wel eens... Ik kom uit de future, moet je opletten wat er gaat gebeuren vandaag, ik weet het. Nou, ik bedoel, 2023 en dit is begin 1900. Is het begin 1900? Dit is begin 1900. Ik zou eerder zeggen een beetje midden 1900. Nee. Oh. Knip. De verbintenis tussen deze twee persoontjes. Ja.
is... wel familie, hè? Maar niet... moeder en kind. Nee. Nou ja, het kan wel, maar dan denk ik eerder dat... Het was in ieder geval een welgestelde familie, want fotootjes maken in 1900. Ja, dat was... Maar goed, welgesteld toch niet. Dat neemt niet weg over hoe de gezondheid en de enge ziektes die er op het moment waren, je kind kon beschermen. Nee, ook de rijke mensen kregen de pest, de pokken en de pleuris, hoor. Ik krijg naar de pleuris. En met deze heb ik heel erg... Hij heeft niet lang geweest. Het is een jongen. Een nutshop. Nou weet ik niet heel veel over de geschiedenis. Ik heb niet altijd even goed opgelet op school. Sorry. Maar had je toen in die tijd ook gewoon de polio? Jazeker. Ik denk dat deze van een meneer was, standaard, maar dat ze allebei niet lang geleefd hebben. Okay. Op het moment dat deze lieve jongen kwam te overlijden, het klassieke liefdesverdriet verhaal voor haar zo zwaar werd. Zij ook gewoon niet meer kon. En hoe ga ik nu niet verder op in? Hoe zij dat niet kon verdragen? Nee, nou ja, dat doet er verder ook niet toe. Nee. Ja, ja, ik Maar mooi is hij zeker. Ja, dit is een vondst dat je zegt. Het feit dat je een fotootje vindt is wel bizar. Ja. Zeldzaam uit de grond, want fotootjes gaan stuk, die worden nat. Dus er is op de een of andere manier, door het glasplaatje, is dat zo goed bewaard gebleven. Maar ja, je ziet gewoon echt de dame in kwestie en het kindje. Je ziet, het is gewoon zo duidelijk, het is gewoon zo... Ja, maar hoe blijft het ook zo mooi, hè, na zoveel eeuwen? Het is jaren, tientallen jaren. Ja, jaren, anderhalf eeuw. Ja. Dat het er toch zo in blijft zitten. Nou, dat verbaasde me dus al. Ja. Snap ik. Ja. Plus dat bij die vondsten heb je een gevoel. Mm-hmm. Ik word hier heel erg verdrietig van. En bij deze heb je echt een gezicht. Ja, maar ik word echt heel verdrietig. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vonden jullie dit nou interessant? Laat het in ieder geval even in de reacties weten. Vertel eronder wat je ervan vindt. Vind je het onzin? Geloof je er... Dat hoop ik niet. Nee, dat hoop ik ook niet. Maar vind je het echt onzin? Geloof je er helemaal niks van? Vind je het interessant? Of vond je het een toegevoegde waarde op dit kanaal? Laat het allemaal gewoon maar... Laat je mening maar achter. Vind ik leuk om te lezen. Vind ik leuk om even terug te lezen wat jullie van een totaal ander soort video vinden dan dat jullie van mij gewend zijn. Voor nu wil ik Cindy ontzettend bedanken. Graag gedaan. Want je doet het maar weer. Ik doe het even. Ja. Maar we gaan nog wel, dat onderbreek ik jou even, we gaan nog wel over deze verder.
We gaan nog even over die verder. We gaan nog even over deze verder. Maar voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tjus.